Dames en heren, we gaan over tot de verkiezing Fokker van het jaar 2020. De Fokker van het jaar is een hele bekende Friese paardenman. Sinds begin van de jaren 80 is deze Fokker actief met de Friese paarden in zowel de thuissport als de fokkerij. Het afgelopen jaar was deze fokkerij succesvol met onder andere 4 sterren, 1 sportelite, 5 sportpaarden, 1 prestatiemerrie, 2 preferentiemerries en 1 met een dubbel A-score. Tot Fokker van het jaar 2020 is gekozen Bouke de Boer uit Nes. Bij Fokker al. Nou, ik had die Fokker al Friese hinders en dat die er eigenlijk begon toen hij 18 jaar was. En hij is van 14 weer die. Dus dat is dus al heel lang. En ik ben dat denk ik, toen ik 18, ik ben van 1961. En toen ik 18 weer, toen had ik het eigenlijk, begon me er erg wat te interesseren. Dus, en toen heb ik die fokkerij van mijn huid oornaam. En eigenlijk ook een beetje naar een heger plan gebracht. Ik vind sport belangrijk, maar ik vind exterieur ook belangrijk. Nou, we zien hier een jonge hingst, 4,5 jaar oud. En die is in training, Jaak van der Heij, dat is onze stalruiter. En nou, die let nog even wat dingen zien van waar het hinder eigenlijk wel heel geschikt voor is. En het hinder dat jouw biedt al een heel prot aan. Ja, een hele goede draf, goed achterbeengebroek. En het is een heel talentvol hinder. Ja, daar ben ik super grutsk op. Ik bedoel, je wil graag een mooi hinder vak, het is een mooi hinder. En dat hij dan ook nog zo geweldig presteert op zijn jonge leeftijd, ja, dan dat vind je fantastisch. Dat is gewoon, wat wil je nog meer? Dat is het. Ja. En dat is mijn fokkerij zeker zo. Je wil graag dat je mooi hinder hebt. En dat hij dan presteren gaat, dan kan je er enorm van genieten. En ik denk dat dat misschien wel het allerbelangrijkste is, dat je geniet van je vakproduct. Hey Doutzen, hoe is Matty? Straks voor je aan het werk, jongen. We gaan even lekker wat lancheren en die weer even lekker oppakken. Dit is Doutzen. Ja, dit is de toekomst weer. Ja, en dat is het mooie om fokken. Je fokken bij jonge producten. Het zijn eerst valtjes natuurlijk en dat selecteer je daar wel zien. Maar ik hoor de merries vaak om, dat draai je hier, hier. Ik verkeep wel zien. Maar ik vind het wel mooi dat ze in de sport wat doen. Je fokken hinder om ze te broeken. En je kan ook een heel mooi hinder. Fokken die net bewegen kan, dat neem ik dan een squashje mantelhinder, want daar kan je niks mooi. En dit zijn hinders die van het werk geboren binnen. En dat vind ik heel belangrijk. Dit is een jonge Johannes. Ik kan helder met hem, want hij blaast even lekker. Hij vindt het wel fantastisch. Deze man heeft een heel mooi exterieur, een heel mooie bouw, een grote rasuitstraling. Mooie heldere holle had er, mooie grote eiken erop. Mooi behang erop, hele mooie hals en heel attent aan merk ik. Dat zie ik hoor. Hij had een grote aandacht voor Jim en alles wat omheen gebeurt. Ja, gewoon, deze zien Beppe, dat weer eigenlijk mijn paradepaardje wel een beetje. Dat is Annetje van Bokkum. Ja, die had eigenlijk alle predicaten helden die er bij helden in binnen. Dus ja, dat is wel bijzonder. Bouke, wat voor continuïteit aan fokkerij. Meer dan 40 jaren fok je nu bij Friese paarden met heel veel succes. Ik ken je heel lang, maar ik was toch voor verrassing dat ik hoorde wat je voor succes hebt met merries, met fokprodukten. Ik ken Annegret van Bokkum heel goed, maar de andere paarden was mij niet zo bekend in detail. Nee. En dat is voor mij echt plezierig dat ik het vandaag jou mag toch de boord overhandigen als fokker van het jaar 2020. Al die dingen die gebeurd zijn, je bent echt een vriend van mij en dat echt voor mij succesvol dat ik jou dat bordje mag overhandigen. Ja, jammer mag ik je niet die hand geven, nee. Doet ze maar ook niet, maar ik vind het prima. Ja, nee, super. Even dit hier bakken. Super, hartstikke mooi. Jij krijgt nog een cadeau. Het is gewoon ook de eer op de slager om de taart van de fokkerij. Dat kan gewoon niet mooier. Dat is fantastisch. Nee, dat kan niet mooier. We hebben al het bereik wat man kunt bereiken. Ja, Bouke, wat doet het mooi daar als het nou zo krijgt? Nou, ik bedoel, ik vind het gewoon fantastisch, want wij fokken al hier in Friese hinders en mijn huid is er maar begonnen en die kent het heel hard en mooi mooitje, maar dit is gewoon, dit is heel bijzonder gewoon. Dit is, je wil graag vooruit in de fokkerij en dat je dan dit bereiken kan met je eigen fokproducten, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is, dit is echt het mooiste wat je overkomen kan. Ja, dit is echt geweldig. Ja.
Het rekt de jek, hè? Jazeker, dit is echt, ja, vooral, ik heb eigenlijk een bokken gefokt. Dat is mijn paradehinder, die zit nu in Zuid-Afrika. En daar staan we deze weer van, oh, grond hiervan. Dit is dan een beppersieder ervan. En die doet het ook heel goed. Ja, dan ben je gewoon grutskop. Dat is gewoon fantastisch. Ja, dat is, ja, dat wil je graag. Een bekroning op die werk. Ja, dit is gewoon de bekroning op mijn fokkerij. Maar ik heb een beetje op mijn hartje fokkerij, want daar heb ik het verwonnen. Dus ja, dat is ook fantastisch. Ja.